Vandaag wordt in de Tweede Kamer opnieuw gesproken over de problemen met de aardgaswinning in Noord-Groningen. Politiek verslaggever Remy van Mannekes is vandaag op het Binnenhof. Remy, de oppositie wil dat de gaskraan hier deels wordt dichtgedraaid. Zit dat erin? Nee hoor, zit er niet in. SP, CDA, D66, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren, inderdaad de oppositie dus. Die willen een reductie van die aardgaswinning, minder gaswinnen om die risico's te beperken. Maar kan blijft bij het standpunt dat dat niet zomaar kan. Er wordt daarin ook gesteund door VVD en Partij voor de Arbeid. Hij wil eerst extra onderzoeken doen. Ook wees hij natuurlijk op de schatkist. Het scheelt heel veel geld. En daarnaast zei hij ook vandaag dat er allerlei langdurige contracten lopen met het buitenland. Nederland heeft leveringsverplichtingen. Kortom, je kunt die gaskraan ook niet zomaar dichtdraaien. Zij kwam vanmiddag tijdens het debat. Kijk, voor de winter van 2012 en 2013 is alles al geregeld. Alle contracten zijn gesloten, de verplichtingen zijn aangegaan. Dus daar is helemaal geen mogelijkheid om nu een gaskraan dicht te draaien. Voor wat betreft de volgende winter zijn ze nu ook al druk aan het kopen. De langjarige contracten die lopen gewoon door. En op de spotmarkt, en ik ga er zo meer over zeggen, dus voor de korte termijn levering, is men nu al aan het inkopen voor die winter van 2013-2014. En dat betekent dat ik dus gewoon door moet gaan met leveranties aan het buitenland en dat er in Nederland geen gas meer beschikbaar is. Zo zit de zaak juridisch in elkaar. Ja, minister Kamp blijft dus bij zijn standpunt. Tot nu toe heeft hij ook steeds gezegd dat 1 december de datum is waarop de onderzoeken naar de gaswinning klaar zijn. De roep was groot om die datum naar voren te halen. Remy, doet de minister dat ook? Nee, hij herhaalde opnieuw dat 1 december toch op zijn vroegste het allemaal bekend kan worden. Hij zei ook dat het een heel groot probleem is, een heel groot gasveld ook, waar heel veel complexiteit omheen hangt. Het was de Partij van de Arbeid die eerder deze week nog zei, ja, dat moet allemaal sneller bekend worden. Maar de Partij van de Arbeid vandaag in het debat hing daar geen datum aan vast. Het kwam ze toch een beetje te staan op hoongelach. Oppositie zei van, goh, je had zo'n stevige taal afgelopen week, maar vandaag maak je dat niet echt hard in het debat. Hoe dan ook, het debat werd gevolgd door veel bestuurders uit Groningen, waaronder ook veel burgemeesters, en zij reageerden teleurgesteld. Echt blij naar huis gaan we vandaag niet. Een van onze punten waar we steeds ook de vorige keer op ingezet hebben is die veiligheid en die veiligheidsbeleving van burgers. En ik vind dat daar toch echt vanmiddag onvoldoende aandacht aan besteed. Wat ontbreekt er? Nou, ik denk dat er concrete toezeggingen ontbreken hoe we daarmee omgaan. Hoe verminderen we de risico's? Kunnen we toch bijvoorbeeld in september al een soort tussenstand van onderzoeken hebben? Zodat je met elkaar wat houvast hebt om die veiligheidsgevoelens van onze burgers te versterken. Ze doen in feite niks. De minister zegt we kunnen niks doen. Ik denk dat het altijd een mate is van keuze. Maar in ieder geval wordt aangegeven we kunnen niks doen, we willen niks doen. En er zal niet eerder ingegrepen kunnen worden vanaf 2016. Het is jammer dat je in derde termijn vooral het hebt over de techniek, de technische kant van het verhaal. Zegt dat je veiligheid buitengewoon serieus neemt, maar geen gebaar maakt naar de inwoners van provincie Groningen. En daarmee mis je volgens mij net de essentie van het debat. Teleurstelling alom, Remy. Is Groningen er vandaag helemaal niets mee opgeschoten? Nou ja, los van de toezeggingen die 2 weken geleden al gedaan werden, of vorige week bedoel ik, die werden natuurlijk herhaald, kwam nog een kleine toezegging bij. Er komt een ombudsman speciaal voor de mensen die problemen hebben rondom de schadeverhalen. Daar komt dus een speciale ombudsman voor ons gebied. En ook worden alvast allerlei technische besluiten genomen in het geval er vanuit de veiligheid echt een minder hoeveelheid gas gewonnen moet worden, dat die technische besluiten dan al zijn genomen. Maar ja, dat zijn natuurlijk toch een beetje zaken die eigenlijk ook wel logisch zijn. Kortom, het was een beetje een teleurstellende dag voor de mensen uit Groningen vandaag. Vanuit Den Haag, Remy van Mannekes, dankjewel.